Helemaal goedemorgen. Het is vandaag donderdag en ik heb het klaargemaakt om lekker te werken. Ik moet om 12 uur beginnen tot 6, dus dat is op zich wel een lekker dagje. Het is nu, even kijken, 9:15, dus ik ga zo lekker ontbijten. Ik moet om 10:30 met de trein, dus dan moet ik hier om 10:00 ongeveer weg. Maar ik kijk naar buiten en het is echt gewoon een soort van kind of winterwonderland. Omdat het helemaal heeft gevroren en zo vannacht. Er liggen allemaal witte laagjes over het dak. Ik ga het allemaal niet laten zien, want dan show ik heel de straat. Dus dat is weer niet de bedoeling. Maar in ieder geval, ik ben nu nog op mijn kamer. Ik ben echt net klaar. Ik heb mijn make-upje dus gedaan. Lekker simpel verder. Maar toch even een rode lip. Het is niet heel spannend. Ik heb Ruby Woo op van MAC. Echt fave rode lipstick. Gaat niks boven Ruby Woo. Verder heb ik het allemaal lekker glowy. Soort van... lekker volgeplamuurd, lekker dik, love it. Wimper extensions, as always. Ik heb kettingjes om van My Jewelry. Ik kan het niet uitspreken. Deze zijn gewoon van Hema, heel simpel. Verder heb ik een hele fijne zwarte hoodie aan met een zwarte blazer, zwarte skinny en zwarte docs. Want voor de mensen die het niet weten, ik werk voor MAC Cosmetics. In Apeldoorn, in de Douglas. En ja, dus dat. Vandaar dat ik helemaal zwart gekleed ben, want MAC is black. Dus ja, dat is de lookoe. Ik ga nu naar beneden, lekker ontbijten, kopje koffie. En ik ga jullie even kijken voor hoe lang ik jullie meeneem. Waarschijnlijk wordt het gewoon dat ik random dagen... Oh, dit gaat helemaal fout, hoi. Waarschijnlijk wordt het gewoon dat ik jullie random dagen meeneem. Dus ik zie het allemaal wel. Ik ga nu gewoon lekker ontbijten. Het gaat helemaal niet goed, dit. Even kijken. Ik ga koffie zetten. Ik moet wel even kijken wat we verder in huis hebben ook. Ja. Moeilijk. Maar weet je wat ik altijd het lastigst vind? Ik begin dus nu om 12 uur. Op zich heel lekker. Dat ik gewoon een beetje rustig kan klaarmaken. Blablabla. Maar. De lunch. Ik moet eigenlijk echt altijd lunchen. Maar dat lukt gewoon niet als je om 12 uur begint. Dus dat vind ik altijd wel heel erg lastig. Maar dus nu probeer ik gewoon even een stevig ontbijtje te vinden. Zodat ik er ook echt even tegenaan kan. En ik heb op werk ook nog wat dingen liggen. Dus ik kan altijd nog weer wat pakken. We hebben ook niet echt iets in huis. Nou, ik zal even kijken wat ik kan fabriceren. Anders moet ik even snel een eitje bakken of zo. Ik kijk even. Koffie is lekker klaar. Ik heb een yoghurtje gegeten met Krusli. En wat honing. Dus dat was wel heel erg lekker. Gewoon even iets. Maar ben bang dat het niet helemaal gaat vullen. Gelukkig heb ik nog wat dingen op werk staan. En anders hou ik misschien heel stiekem bij de Hema en Broos. En het is de eerste keer dat ik buiten. Dus nee, kijk even. Maar nee, heerlijk YouTube aan het kijken. En een van de pijl staat nu op de achtergrond. Oh, kijk deze glow. Vriendinnen. Nee, ik ga lekker YouTube kijken. Ik heb letterlijk nog 35 minuten om gewoon te chillen. Dus dat ga ik zeker doen. Ik kijk nu de vlog van ME, wat ik net ook al vertelde. En op een of andere manier, ik vind het zo bizar hoe je dan eigenlijk wordt geïnspireerd tot dingen. Heel vaak als ik haar vlogs kijk, dan wil ik meteen naar de kriek lopen. Wil ik gewoon meteen vintage shoppen. Meteen. Nu had ze zo'n... Wacht, ik zet hem even zachter. Maar nu had ze dus een camera besteld. Weet je, zo'n zo'n wegwerp dingetje. En die laat ze dan afdrukken, die foto's. Uiteindelijk bla bla bla. En nu heb ik zoveel zin om mijn Polaroid weer te gebruiken. Maar dan denk ik echt, wanneer? Wanneer ga ik die gebruiken? Maar op zich, aan de andere kant denk ik, als ik hem gewoon, stel ik ga een dagje weg, als ik hem nou gewoon in mijn tas gooi, dan ga ik hem ook weer gebruiken. Dus ja, daar zit ik helemaal over na te denken. Oh, maar ja. Dus, maar ik wou gewoon meer zeggen van, ik vind het zo grappig hoe je dan eigenlijk wordt geïnspireerd tot dingen. En als je gewoon iemand iets ziet doen, wat jij ook leuk vindt, dat je meteen denkt, ja, oh my god, dat wil ik ook doen.
Dus dat wil ik meer vertellen. En ik lig hier echt heel sexy op de bank. En mijn benen om in de lucht. Zodat mijn schoenen niet op de bank komen. Want we hebben een nieuwe bank. En als mijn ouders het zien worden ze heel boos. Ja. Ik heb trouwens ook mijn nieuwe gel lak bij Lisette gezet. Echt really happy mee. Ik heb heel lang geen gel lak meer gehad. Want onze planningen liepen gewoon de hele tijd om elkaar heen. En nu heb ik het eindelijk weer. En nu ben ik zo happy dat ik gewoon weer verzorgde nageltjes heb. Dus ja, maar ik ga weer lekker YouTube kijken. Ik ga echt helemaal stuk. Op Spotify heb je nu, tegen het eind van het jaar, heb je dus nu een ding met al jouw meest geluisterde nummers. Een hele story, net als Instagram staat erop. En je hebt het meest, ik heb dus blijkbaar het meest naar Beyoncé geluisterd dit hele jaar. En wie het meest hebt geluisterd, bla bla bla, wat waren je favoriete nummers? Echt zo grappig. En nu hebben ze dus ook helemaal een playlist voor mij gemaakt. Of nee, voor iedereen van Spotify. Met je meest beluisterde nummers. Helemaal door elkaar geshift. Ik ga hier helemaal het stuk om. Ik ging er ook tussendoor. En ik zat echt zo. Ja, die heb ik veel geluisterd. Zoals Hush Hush van de Pussycat Dolls. Love dat nummer. Of gewoon. Of course, heel veel Beyoncé zit er dan tussen. Maar ook gewoon van die lekkere nummers zoals Level Up. En oh, ik heb zoveel zin om hier nu naar te luisteren. Oh, ik ga zo. Ik moet ook zo fietsen. Dus ik moet ook gewoon zo weg. Mijn spullen pakken, alles. Maar oh, ik heb hier zoveel zin om dit nu te luisteren. Ik ga helemaal ziek. Ik hou hier echt van. Ik ga het ook even delen op Instagram. Want ja, dat vind ik gewoon te leuk. Ik ben zo niet gemaakt voor de winter. Het is zo koud. Ik ben nu inmiddels op Deventer station. En hier moet ik bijna 10 minuten wachten. Nee, dat is niet waar, iets korter. Maar op de sprinter naar Apeldoorn. En dan ga ik werken. Ik kijk nu een hele leuke serie. En op Videoland. En het is. Hoe heet het? Nou, ik kan er zo even niet op komen te eten. Maar het is een soort competitie voor visagisten en haarstylisten. En weet ik het allemaal echt heel erg leuk. Ik vertel later nog wel even hoe die heet. Oh, ik verlies de hete mijn balans. Maar, oh jongens, het is zo koud. Ik ben ook echt een beetje moe. Maar dat maakt niet uit. Ik heb er zin in. Dus, ik ga ook even echt zo'n broodje halen bij de Hema. Want daar heb je gewoon je takeaway in de loop toch langs. Dus daar ga ik even snel wat halen. Dan schrans ik hem meteen naar binnen. En dan even knallen. Want anders, ik overleef dan echt niet. Want ik heb. Nou, ik kan. Ja, rond 3 uur of zo heb je dan weer pauze of zo. Dus, goed verhaal. Dit is ook. Oh my god. Een mail die komt echt op me af of zo. What the fuck? Avonturen. Ik ben in Apeldoorn aangekomen. Ik loop nu naar werk toe. En ik heb heerlijk van mijn playlistje genoten in de trein net. Het laatste stukje. Ja, maar 10 minuten, maar nee. Maar oh, zo lekker. I love it. Maakt me helemaal weer gelukkig, helemaal happy. Ik zit echt even te twijfelen waar ik nou even snel iets moet halen. Want ik loop langs een McDonald's. Gaat waarschijnlijk te lang duren. Nee, die Hema takeaway dus. Bakkerwart kan ook. Nee, word denk ik even snel Hema. Er komt ook een bakwerk. Komt ook nog hier in Apeldoorn. Heel erg blij mee, want het is zo lekker. Maar ik loop lekker naar werk. Ga zo'n broodje halen. En ik zie jullie weer als ik klaar ben. En nu hoop ik dat ik iets word aangereden. Dus let's pray for me. Een koud broodje het is. Lekker charmant het ook, hoi. Oh, mensen, kinders. Ik ben heerlijk thuis na een dagje werken. En ik ga nu even lekker eten. Want mijn mama, die is op dit moment even niet thuis. Maar die heeft lekker macaroni voor me gemaakt. Dus dat gaan we even opscheppen. Oh, ja hoor. Gaat weer mis. Lekker knoeien. Hoi. Oh, ik ben helemaal snotterig van die kou buiten. Not so funny. Macaroni.
Ik ga het even lekker in de magnetron doen, want het moet wel warm zijn. Zo, lekker eten. Het is nu 7:50. Ik ben dus lekker eindelijk thuis. Ja, ik ga lekker op de bank liggen. Ik was om 6:00 klaar trouwens, dus dan ben ik weer 7:45 thuis. Dus dat. Gelukkig geen koopavond, dat heb ik gisteren al gehad. Ja, lekker bank hangen. Oh, ik ben eens met die serie verder gegaan. Ik wil nu weten hoe die heet, want dan kan ik het jullie vertellen. En terwijl ik dat opzoek... Even kijken, maar nu kan ik dat nog niet zien. Hij staat nog open. American Beauty Star. En wat houdt het in? Het zijn dus haarstylisten, visagisten die strijden tegen elkaar. En dan... ja, het is gewoon geniaal. En dan heb je allemaal challenges en dan... Zijn er extra mensen ingezet, zeg maar, om duo's te vormen. Dus elke visagist krijgt een extra haarstylist. Elke haarstylist krijgt een extra visagist. En de main people, zeg maar, als die afvallen, dan is de extra persoon ook meteen uit het spel. Dus het is echt heel erg leuk. Adriana Lima van Victoria's Secret, het Victoria's Secret model, zeg maar, die presenteert het. Dus dat is ook echt heel erg leuk. En ja, het is gewoon zo cool. En Huda Beauty sponsort een deel. En die komt ook langs nog in een aflevering. En het is zo cool. Ik zit er helemaal in. Ik moet voor mij echt nog 3-4 afleveringen of zo. Dan ben ik helemaal klaar. Echt een aanrader. Ga zeker kijken. Dus ik ga nu eten, tv aanzetten. En ik ga meteen ook kijken. Want oh, ik zit helemaal in de mood. Zo, het is avond. Ik heb lekker gedoucht. Mijn haar gewassen, maar is nog nat. Ik wou het eerst eigenlijk gewoon gaan feunen, wat ik altijd doe. Maar ik dacht, ik ga het een keer gewoon natural op laten drogen. Meestal gaat het niet goed. Dus waarschijnlijk heb ik morgenochtend spijt. Maar ik ben morgen toch vrij. Dus in principe kan ik er dan nog wat aan fixen. Ik ga lekker op bed liggen en YouTube kijken. Het is nu 11:00. Dus een mooie tijd om lekker op bed te liggen. Ik kijk nu een video van Jessie Maya en Sophie Oesri. En lekker kijken. Lekker morgen moet ik even een foto maken voor Instagram. Voor Ideal Sweden. Ik wil nog even eigen foto's maken, misschien een YouTube-video, even een los video opnemen. Dus ben ik even over na aan denken. So you will see that tomorrow. En nu lekker slapen. Oh, ik heb nu al zoveel spijt dat ik mijn haar niet heb geveund. Maar ja, hè? Goedemorgen, het is vrijdag en het is scheidweer. Yay! Oh, het is echt verschrikkelijk. Ik blijf ook echt heel de dag binnen. Naar buiten gaat zoals niet vandaag. En ik vertelde jullie toch gisteren dat ik spijt zou krijgen van mijn haar niet wassen. Welkom. Ik heb spijt. Kijk dan. Wat is dit? Ik weet niet, maar... Nou ja, ik ga nu de krultang erin gooien. Ik hoop dat ik er even wat moois van kan maken. Ik heb een heel leuk idee. Ik wil 2 IGTV video's opnemen. Ik dacht eentje gewoon waar ik mijn make-up een beetje doe. Gewoon een beetje snel, een beetje gezellig, een beetje nee. Misschien. Maar ik wil sowieso zo'n soort leuke outfit video. Weet je wel, voor IGTV. Dan loop je in beeld en opeens, hey, nieuw outfit. En dan klap je in je handen en wow, weer een nieuwe outfit. Weet je dat? Dat zie je best wel veel. Dus ik wil het proberen. Ik heb toch een studiolamp, alles hier staan. En desnoods zet ik hem in elkaar. Ik heb geen idee. Ik weet alleen niet of het hier op mijn kamer lukt. Want hashtag kleine ruimte. Hashtag te veel kleding. Oh, ik heb echt veel kleding. Het is nog niet eens alles. Dus te weinig ruimte. Te veel spullen. Want hier gaat het ook allemaal... nee, lukt niet. Lukt gewoon niet. Maar ik zie het wel. Ik heb nu wel deze muur. En alles een beetje wat leger. Dus in principe kan ik wel gewoon... Misschien iets van make-up. Nee. Ik ga eerst gewoon mijn haar krullen voordat ik mijn make-up alles doe. Daar even rustig de tijd voor nemen. Ik kijk lekker YouTube. Het is ook echt letterlijk. Ik zei wel goedemorgen trouwens, maar het is goedemiddag. Het is 12:30. Ik heb echt tot 11:00 in mijn bed gelegen. Toen ben ik naar beneden gegaan, heb ik ontbeten. Heb ik daar echt gewoon tot 10 minuten geleden nog op de bank gelegen. Maar ja, goals. Dus ik ga lekker klaarmaken, die video's opnemen. Ik heb er helemaal zin in, helemaal gezellig. Ik heb de hele dag de tijd, dus ik kan rustig aandoen. Dus dat. Oh, kijk dan, what the fuck. Sorry voor mijn taalgebruik, maar ik heb het dus... Nee, dit kan echt niet. Ik ga denk ik echt gewoon weer opnieuw wassen. Want wat het is, dat is het gewoon oprecht. Ik ben
iets meer dan een jaar geleden heb ik heel mijn haar geblondeerd vanaf echt rood. Heb ik het gewoon helemaal geblondeerd. Dus ik was helemaal blond. Ik heb toen nog meer kleur gewerkt, bla bla bla. Maar ik heb gewoon verder heel mijn haar is gewoon zacht. Alleen echt dit uiteinde. Dus echt dit. Dit ongeveer. Is gewoon zo droog. Omdat het omdat hier gewoon nog echt die blondeer in zit. Verder is het er eigenlijk al helemaal uit. Maar omdat daar nog al die blondeer in zit, is het zo droog. En laat ik het aan de natuur opdrogen, dan wordt het ook heel droog. Dus, en föhn ik het, dan polijst ik het meteen gewoon glad. En dan is er gewoon niks aan de hand. En dan kan ik gewoon mijn haar mooi krullen, dan kan ik alles gewoon mooi doen. Want dit ziet er gewoon niet uit. Het ziet er droog uit, het ziet er dood uit, het ziet er niet verzorgd uit. Dus ik ga denk ik heel snel mijn haar wassen. Zodat ik het kan föhnen. Ja. Ja, moet wel. Dat kan gewoon echt niet. Oh, wat erg. Ja. Nee, dit. Oh, dit is echt heel lelijk. Maar wat het is, dit is aan de onderkant helemaal niet. Dan hier tussenin wel. En de bovenkant valt ook nog wel mee. Het is gewoon echt dit. Deze pluk is echt heel erg. Oké, ik ga het dus wassen. Goed verhaal dit. Ik kan hier echt niet mee leven. Oh my god. Oké, mijn haar is weer gewoon gewassen en gefeund. En ik heb er echt even wat olie in gedaan, want dat was echt nodig. En omdat ik het dus zo snel achter elkaar heb gewassen, zoals gisteravond en nu, wordt mijn haar echt sowieso weer wat vetter. Maar ik hoop dat het gewoon morgen en vandaag overleeft. Dan ben ik happy, want morgen is verjaardag van mijn broer. Dus ik wil er dan wel gewoon een beetje leuk uitzien. Dus dat, ik heb voor nu echt een mega lekker chill outfitje aan. Dit hemdje van Sissy Boy met, oh je ziet lekker mijn roze BH er een beetje doorheen. Joe. Dit tweedehands oversized blouseje met trainingsbroek en even slippers. Maar dit is ook gewoon echt een leuke look. Ik weet niet. Ik vind het echt leuk. Ik hou ervan. Dus misschien voor die outfit video gebruik ik deze outfit ook wel even. Gooi ik er gewoon leuke schoenen onder. En dat je gewoon een goede outfit hebt. Tasje erbij. Hupthee. Maar ik zie het wel even. Ik ga eerst lunchen. Want het is nu 2:30. Dus ik vind het echt wel tijd om even wat te eten. Dus, en dat heb ik nog niet gedaan. Dus dat ga ik nu eerst even doen. Dan ga ik mijn make-up doen. Dan die video en alles opnemen. Dus ja, ik heb er zin in. Ik zit alleen nog echt even in mijn hoofd te denken van hoe ga ik het allemaal doen? Hoe kan ik het beste doen? Weet je, wat kan ik het beste doen? Dus daar zit ik nog een beetje over na te denken. Maar dat komt denk ik wel goed. Dus even lekker eten. Ik wacht trouwens ook nog op een pakketje van Daily Paper. Maar hij is voor mij nog steeds niet langs geweest. Ik heb vorige week, vrijdag heeft Dylan hem voor me besteld, omdat ik was werken. En tussen, vanaf 12 uur begon de sale zo bij Daily Paper. En tussen 11 en 12, als je ging inschrijven, dan had je een uur eerder korting dan alle andere mensen konden, zeg maar. Met een bepaalde link of zo, weet ik veel hoe dat allemaal werkte. Maar ik had een heel tof, echt een fucking tof t-shirt gezien. Echt een soort tie-dye-achtig met groen en beetje geel, dacht ik. En met lange mouwen. En volgens mij is die oversized. I hope. Want ik heb een M gezegd van, nou, doe maar een M'tje. Dus ik hoop dat hij gewoon goed zit. Zit wel strakkers ook niet heel erg. Maar ik hoop eigenlijk meer op oversized. Maar die is dus vorige week vrijdag besteld. En ik snap dat iedereen gewoon bij Daily Paper heeft geshopt met de sale. Dus ik ook. Maar ik wacht er nog steeds op. En ik hoop echt dat hij vandaag binnenkomt. Dylan zei, er is een kans dat hij vrijdag binnenkomt. Dus, ik hoop het gewoon echt. Maar ja. Nee. Dus daar zit ik stiekem op te wachten. Maar waarschijnlijk wacht ik gewoon op een broodje kaas. Maar, nee, het zal wel. Waar ga ik die foto maken? Ik dacht misschien leuk op mijn kamer of zo. Maar aan de andere kant is het ook weer niet leuk. Ik weet het niet. Vet moeilijk. Zo, net even wat foto's gemaakt. Maar het is natuurlijk heel donker buiten. Ik heb een studiolamp neergezet. Bed even opgemaakt. Kledingrekje, dus hier ben ik voor gaan zitten. Ik ga verder nog niet laten zien hoe ik er dan nu uitzie. Want ik gooi de foto zo lekker online. Dus ja, maar kijk hoe grauw het dan buiten is. En hoe fel dit ligt. Dus ik ga helemaal stuk. Dus nu ga ik weer even lekker omkleden. Lekker comfy. En ja, dat eigenlijk. Oh, gaat niet helemaal goed. Ik heb net toch nog net even een fotootje gemaakt. Even in de spiegel. Ik hoop dat die leuk is geworden. Dus ga ik zo lekker editen. Ik ga nu echt op de bank liggen. Want het is scheid weer. Ik heb nergens zin in video opnemen. Hell no. Ik ben zondag ook nog vrij. Dus ik zie het wel eventjes. En
Ik heb echt hoofdpijn. Want ik heb gewoon heel erg weinig gedronken. Het enige wat ik tot nu toe nog heb gedronken vandaag is 1 kopje koffie. En verder nog echt helemaal niks. En het is al... Nou, hoe laat was het? Bijna 4:30. Dus ja, het is niet heel goed voor me natuurlijk. Dus ik ga heel even wat drinken. Even... I need voor mijn hoofd. En dan lekker zo op de bank liggen en een serie of zo kijken. Ik moet nog even kijken wat ik ga kijken. Maar wow, serie sprong aan toen ik serie zei. En ik ga alvast zo even bedenken wat ik morgen aan doe naar de verjaardag van mijn broer. Ik zit te denken om mijn grove klein sperkersje aan te doen. Dat vind ik wel heel erg leuk. Maar ik moet nog even kijken. Doe ik een jurk onder om... Of weet ik veel wat, ik heb geen idee. Dus ja, goed verhaal dit ook. Zo, hallo. Het is 12:30. Ik lig eindelijk op bed. Ik heb letterlijk niks uitgevoerd vandaag. Ik heb echt van bijna het laatste shot dat jullie hebben gezien. Echt de hele tijd op de bank gelegen. De Voice gekeken vanavond. En gewoon lekker gechilled. Dus nu is het 11:30. Ga ik lekker slapen. Want morgen moet ik gewoon 10:00 beginnen. Dus dat betekent dat ik om... 8:30 met de trein moet. Dus ik mag er best wel weer redelijk op tijd uit. Dus dat en... Ja, dat eigenlijk. Dus ik ga slapen. Goed verhaal dit. Ik heb even... oh ja, trouwens. Dylan die had een mailtje gekregen van Daily Paper. Dat morgen mijn shirt binnenkomt. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik heb wel helemaal een soort outfitje bedacht met dat t-shirt. Dat ik wil het natuurlijk meteen aan. Want zo ben ik. Dus, en ik had het bedacht met een satijnen rok. Heel erg vet. Maar dat is heel erg gekreukeld. Dus ik heb hem echt net nog even gestoomd. Want als ik morgen thuis kom, moet ik me meteen omkleden. En dan gaan we naar de verjaardag. Dus ik heb hem net nog even gestoomd. En dan is dat ook gewoon maar klaar. Ik dacht, ik kan het beter nu doen. Toen ik nog wakker ben. En niet morgen in haast. Gaat niet werken. Lukt niet. Dus dat heb ik net even gedaan. En ja... Ik zeg gewoon, slaap lekker, welterusten en ik good morning. Het is vrijdag. Nee, dat is niet waar, zaterdag. Ik ben aan het klaarmaken, want ik moet echt over 10 minuutjes moet ik sowieso weg. Want ik moet werken. En ik heb me even aangekleed, make-up zit erop. Ik heb het vandaag lekker subtiel gehouden. Ik had niet heel veel zin in poespas. Ik kwam eigenlijk ook heel stiekem iets te laat in bed. Dus vandaar. Ik heb een zwart kolletje aan, zwarte blazer, zwarte flare jeans en mijn Docs. Dus dat is de outfit die ik nu aan heb. Ik ga nu snel kijken of ik de goede lipstick in mijn tas stop. Ja. Tas heb ik gepakt. En dan ga ik nu snel richting Apeldoorn. Of naar je eerste station Dalfsen en dan naar Apeldoorn. Maar ja, lekker werken. Ik heb best wel veel zin in. Ik werd iets te laat wakker, dus ontbijt heb ik ook geen tijd voor. Maar ja, ik eet in de trein even ontbijt. Dus dat, ja, ik neem jullie weer mee voor vandaag. Het zal ik goed werken, dus heel spannend wordt het niet, maar... Deventer. En ik ben weer aan het wachten. Ik moet 10 minuten wachten ongeveer op de trein erin ga. En dan, als ik dan op station ben, moet ik wel echt meteen naar werk lopen. Ik ga nog wel even make-up fixen op werk, want ik weet niet wat er gaande is in deze wenkbrauw, maar er is iets gaande wat niet goed is. Dus dat heb ik vanochtend gewoon te snel gedaan. En ik dacht, ik ga lekker voor een bold eyeliner erbij straks. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. Ik hoop dat het lukt. Dat was altijd maar weer de vraag, bold eyeliner. Maar dat ga ik dan zo nog even doen. En ik zat hem met Dylan te overleggen, want ik had voor mijn broers verjaardag een heel leuk spel besteld. Ik had helemaal met... Niet helemaal overlegd van nou wat moet ik halen, wat is leuk, bla bla bla. Dus ja, ik dingen besteld, ik had het in huis. En opeens mijn zwager die et opeens van nou we spelen net Sinterklaas en hij heeft dat spel net gekregen. Dus ik dacht, kut. Ik bestel doosje, retour, alles weggegooid. Ik dacht, nee prima, heb ik toch niet meer nodig. Had ik dus wel nodig. Dus dat heb ik allemaal weggegooid. Nou, nu hou ik het spel gewoon zelf. Of eventueel kijken of iemand anders wat leuk is voor een andere verjaardag. Maar voor mij is het dan gewoon een leuk spel. Dus nu hou ik het gewoon zelf. Maar nu moet ik dus een nieuw cadeautje hebben. En ik zat te denken, ik kan wel weer een spel gaan zoeken. Maar ik ga gewoon een Bol.com cadeaukaart denk ik halen.
Want dat is gewoon altijd leuk. Ik kan hij zelf een spel uitzoeken, maar stel hij kan geen leuk spel vinden, kan hij altijd nog wat anders halen. Dus ik dacht, doe dat wel. Gewoon even van een leuk bedrag. En dan is dat ook maar weer opgelost. Dus ja, de status van het weer vandaag is regen. Dat is gisteren. Dus ik hoop eigenlijk wel dat ik een paraplu in mijn tas heb voor zo meteen als ik naar werk loop. Want hè, bondjas, make-up, nee, I need a paraplu. So yes. Nou, ik ga lekker op de trein wachten, lekker naar werk toe. Ik zie jullie dan misschien in mijn pauze als ik op jacht ben naar een cadeautje. Ik ga ook nog even bij Marit langs, bij mijn vriendinnetje. Die werkt bij Kostes en dat is praktisch 2 panden verder als de Douglas. Dus dat is een oude collega toen ik nog bij Kostes werkte in Zwolle, maar zij is nu ook naar Apeldoorn gegaan. En mijn vriendinnetje. Dus dan ga ik eerst even langs in mijn pauze snel. Dus ja, goed verhaal. Lekker lang ook, dus we stoppen maar. Godsamme, ja hoor. Sas heeft geen plu en het regent. Doei bondjas, doei stijl haar. Hey allemaal, ik ben hier op station Deventer alweer, hoi. Ik ben zo moe, het is echt niet te doen. Oh, ik viel net in de trein bijna in slaap in de sprinter waar ik eerst in moest. Nu moet ik echt een kwartier wachten of zo op de Intercity naar Zwolle. En zo moet ik weer overstappen, want als Zwolle moet ik weer overstappen op Dalfsen. Als het goed is rijdt hij gewoon de normale tijd. Let's pray. Ah, dus ik denk dat ik straks in de auto, want als ik thuis moet meteen eten, in de auto naar mijn broer. Dat is echt nog bijna een uur rijden. Ga ik waarschijnlijk slapen. Grote kans. En dit is met mijn eyeliner. Heel veel complimenten gekregen, echt leuk. Dus ja, goed verhaal. Ik ga nu wachten op de trein. Ik heb koekjes in mijn tas, ga ik eten. En dan op naar mijn broer strakkies. Maar oh, ik ben zo kapot. Oh my god, mijn Daily Paper shirt in midden. Oh, hij is zo chill. Hij is mega oversized. Maar ik vind hem heel erg vet. Echt heel erg. Wacht. Ik hoop proberen het in de spiegel te laten zien. Maar kijk, hij is echt super baggy. Helemaal leuk. Heel tof. En dan met mijn kettingjes zo. En oorbellen. Ik ga alleen nog wel even andere lipkleur opdoen. En hoe ik het heb gesteld is leren broek, Nike's en Daily Paper sokken. Lekker witte sokjes. Ik vond het wel een lekkere loopoe. Dus dat. Ik ga nog even, denk wel, andere gouden oorbellen in doen. Andere lip op. En dan ben ik eigenlijk best wel klaar. Casual B-day outfit. But I like. I really, really like. Oh. Maar ik ga dus naar de verjaardag toe. En dan zien jullie mij denk ik morgen weer. Goedemiddag. Het is zondag. En het is nu, ik durf niet eens te, 2:15. En ik was om 12:30 wakker. Maar gisteravond, of vannacht, om 2:00 waren we terug. En toen ben ik echt meteen gaan slapen. Het was heel erg gezellig gisteren. En ik heb echt tot 12:30 geslapen. Het was heerlijk. Het is zondag, ik ben vrij. Het is echt een zondag voor mijn gevoel. En ik wilde net een hele leuke foto maken. Ik moet nog even een foto maken voor Ideal Sweden. En nou, eigenlijk vandaag of morgen plaatsen. Vet leuk idee had ik bedacht met mijn Polaroid camera. Dat ik mooi, weet je, dat ik daarmee de foto maak. En dan een foto maak dat die Polaroid nog in mijn Polaroid camera soort van half zit. En weet je, dat ik daar dan een foto maak met mijn telefoon. Snap je wat ik bedoel? Heel leuk idee. Nu crasht mijn hele Polaroid camera. Ik heb er weer een nieuw rolletje in gedaan. Weer zo'n nieuw ding. Maar wat hij dus doet, echt heel raar, is hij is alleen maar aan het knipperen. Alleen maar. Er zit net een nieuwe in. Ik heb weer, dan heb je dat testshot die je moet afdrukken, waar je helemaal niks aan hebt. Heb ik afgedrukt, maar hij komt er niet uit. Dus ik denk dat hij een soort van vast zit of zo, maar ik durf er dus echt niet aan te zitten verder. Maar vet kut. Echt heel kut. Want ik had nu al deze gemaakt, maar die is echt een soort van wazig en fout. En toen deze eruit kwam, toen bleef die ook al een soort van hangen. Dus ik moest hem eruit trekken. Maar ja, heel irritant. Dus ik ga straks wel even kijken hoe ik dat kan fixen. Maar ik vond het idee echt fucking leuk. Heb ik een keer een fucking leuk idee? Werkt het niet. En ik heb, oh, dat ga ik jullie ook even laten zien. Ik heb hele leuke kerstballen. Echt heel erg leuk. En ik wist, er is zo'n kerstbalcollectie van Fred van Leer bij Shoei. Fucking leuk, maar heel veel was al uitverkocht. En mijn moeder was gisteren in Zwolle Zuid. En daar hebben ze ook een Shoei. En toen heeft ze toch nog
deze vorm gescoord. Ik vind hem zo mooi. Die kleur groen is echt prachtig. Met die roze glitters en een pantenprintje. Nou, ik ga er helemaal goed op. En als het goed is, hebben we hier nog ergens een soort van hele kleine kerstboom. Heb ik hier ergens op mijn kamer staan achter een soort van schuimwandje of zo. Maar, dus ik dacht, die wil ik even erbij pakken. Want ik heb ook nog bij de Hema een paar leuke kerstballen gekocht. Deze kat met een soort van glitter boa slinger. Nou, te fout. En ook nog deze, een molentje. Lekker ordinair. En een patatzakje. Hoe leuk. Nou, het is natuurlijk nog echt, het zijn echt maar 4 kerstballen, maar heel erg leuk. Dus ik wil binnenkort ook nog even kijken, voor mij hebben ze bij bijvoorbeeld een Flying Tiger of zo ook nog hele leuke. Dus gewoon dat ik echt nog gewoon een paar bij doe en dat ik gewoon even een heel leuk gezellig kerstboompje heb. Ik denk dat dat wel heel leuk is. Dus dat ga ik misschien vandaag doen. Ik ga ook zo even lekker douchen en dat soort dingen. Ik heb ook zo slecht mijn make-up eraf gehaald. Het is echt heel erg. Maar ja, als ik 2 uur 's nachts thuis kom, dan heb ik daar gewoon echt geen buff meer voor. Dus dat. Goede planning. Maar bij deze ga ik wel even de vlog afsluiten. Ik begin morgen weer met de nieuwe. Ik ga deze dan denk ik vanavond even lekker editen. Het was niet heel interessant, maar ja, zo'n super interessant leven heb ik eigenlijk ook niet. Maar binnenkort komen er natuurlijk wel feestdagen, dingen aan. Ik zie Dylan dit hele weekend ook niet. Die zie ik volgend weekend weer. Dus dan gaan jullie hem ook weer zien. Dus ja, dat een beetje. Oh, wow, goede angle. Dus bij deze ga ik deze vlog afsluiten. En dan begin ik morgen een nieuwe. Dus dankjewel voor het kijken. En tot de volgende. Doei!